als Linkeroever zetten we eigenlijk in op wijkgemeenschap vormen. En dat doen we door mensen samen te brengen, door mensen de kans te geven om elkaar te ontmoeten. Door het feit dat mensen elkaar ontmoeten en verbinding met elkaar maken, zien mensen ook waar uitdagingen zitten in elkaars leven. En we hebben allemaal een zekere kwetsbaarheid. Meer en meer merken we dat we elkaar ook zullen moeten ondersteunen in die kwetsbaarheid. We willen u laten kennismaken met de partners die meepuzzelen aan Herentals Linkeroever en die elk hun eigen DNA, hun eigen verhaal meebrengen in het project Herentals Linkeroever. Hoekerij, dat zijn mensen die hier in de buurt wonen, die mee acties of projecten of ideeën uitwerken, kleine activiteiten organiseren of faciliteren. We hebben ook een gebouw ter beschikking vanuit de stad en dat kan door iedereen gebruikt worden die daar zin in heeft. Hier is recent een filmpje opgenomen, de voedselteams die doen ook hier hun bedeling. Okra is een vereniging die als hoofddoel heeft mensen bijeen te brengen en te zorgen dat mensen samen gezellige momenten kunnen beleven. Onze buurt hangt heel gewoon in. Wij organiseren heel veel dingen en dat is altijd met enthousiasme. Als er een probleem zijn of je gaat op reis of er is iets, dat je kunt zeggen van ja, wil jij mijn huis in doog houden? Of zoals ik met mijn dieren, dat ik zeg ze in de weg, dan kan ik aan de buren vragen van ja, willen die in doog houden? Dat vind ik plezant. Wij komen dus bezoeken uiteraard, hè. En die voeding geven in de zin van verhaaltjes vertellen, hè, waar hij mee verder kan. En die hebben dan niet bij dat ik het nog niet wist, hè. Die babbelen niet dat ik niet weet. En dan kan ik wat vertellen, hè. Mijn maat begint ouder te worden, hè, nu 92. Ja, met de leeftijd komen de kwaaltjes. En weet je ook, dat stappen bij u concreet een beetje moeilijker. Wij willen vrouwen kansen geven om elkaar te ontmoeten, om elkaar beter te leren kennen, om allerlei dingen samen te doen. En dan op die manier groeien we eigenlijk naar een hechte vrouwengroep. Hè. Iedereen heeft nood aan verbondenheid. Hè. En als ze bij die groep horen, hè, dan worden zij daar sterker van, worden we er allemaal sterker van. Je gaat hier vertrekken vanuit ontmoeting, vanuit misschien evenementen, groot of klein, en daar dan de nood aan zorg detecteren. En dat is heel interessant voor een stadsbestuur, want wij hebben natuurlijk wel een aantal organisaties en instellingen, maar die gaan toch eerder vanuit hun eigen filosofie en opdracht naar mensen die misschien in een meer kwetsbare positie zitten. Die gaan daar naartoe gaan, terwijl dat we hier vertrekken vanuit die mensen zelf. En dat is wel spannend en hopelijk, ik ben daar eigenlijk van overtuigd, heel inspirerend voor een bestuur. De focus binnen Zeewolpa en zeker binnen het wijkcentrum van Zeewolpa hier in Herentals ligt op ontmoeten. Mensen in contact brengen met elkaar, mensen uit de wijk voor elkaar iets laten betekenen of gewoon voor de gezelligheid samenbrengen. Wij doen dat aan de hand van activiteiten zoals bloemschikken, een bingo, maar ook groter, een zomerbar, een winterbar, een herfstactiviteit rond Halloween, een Sinterklaasactiviteit. We hebben een oproep gedaan in de wijk om een fotoshoot te organiseren tussen huisdieren samen met hun baasje. We hebben daar heel veel fijne reacties op gekregen. Er zijn ook heel veel mooie foto's uitgekomen waar we echt wel een mooie muur van hebben kunnen samenstellen. Wat dat daar ook heel leuk aan was aan die activiteit is dat we contact hebben kunnen leggen met de twee woonwagenparken hier uit onze wijk, Viaduct en Herenbroek. Zodat we nu, dat eerste contact is geweest en nu kunnen we bekijken wat dat we verder voor elkaar kunnen betekenen. Elke maand doen wij een tafelmoment waarop mensen voorstellen kunnen neerleggen die we eventueel kunnen bekijken en waar we een project kunnen maken in de wijk. Een van de andere zaken waarmee we aan de slag gaan, naast die inspraak, is we moeten een goed communicatiemiddel hebben. En we hebben in de wijk twee krantjes. We hebben een Sjanneke, die de Warme Wijkkrant, en anderzijds hebben we het Sint-Jans-klokske.
En die twee krantjes, die zijn eigenlijk alle spelers die actief zijn in de wijk, die zitten in een van de twee krantjes. En die hebben eigenlijk samen beslist van kijk, we gaan er zo één krantje van maken. Met heel veel inzet en met heel veel enthousiasme. Een ander initiatief dat we afgelopen maanden genomen hebben, is dat we een enquête, een bevraging hebben opgesteld om te weten wat de inwoners van de wijk nu ook allemaal verwachten. En die resultaten die zijn we ook aan het verwerken. En die gaan we zeker meenemen om te kijken wat er nodig is, waar de noden zitten, hoe we wijk, buurt, straatbewoners kunnen ondersteunen. En op die manier zo weinig mogelijk tijd te verliezen bij de opstart van het project, dat we zo goed mogelijk het project kunnen opstarten.